Kijkers van Loek TV, een bijzonder goede middag en welkom bij deze uitzending. Wij zijn op het ogenblik in de Aleidazaal en we zijn bij een presentatie over zwerfafval. Er zijn zes groepjes van twee scholen. En die groepjes gaan zich ook een beetje presenteren. Want ja, u weet het, zwerfafval, we vinden dat allemaal heel vervelend. Ja, hoe kan je dat natuurlijk oplossen? We gaan eerst naar twee leerlingen. Zij zijn van MAVO Schravenland en naast mij staat... Premeet. Premeet en aan de andere kant... Hamza. Premeet, vertel even, wat was de opdracht? Voor school moest je een PowerPoint maken over zwerfafval. Ja. Hebben jullie in de klas eerst over zwerfafval gesproken? Ja. En wat werd er allemaal over verteld? Dat het slecht is, voor een goed milieu moet je zorgen en dat het niet goed is voor het milieu. Hamza, even naar jou. Nou gaat het natuurlijk in die hele presentatie over van hoe ga je nou voorkomen dat de zwerfafval op straat komt? Wat was jullie oplossing? We hadden een basketprullenbak gemaakt en dat maakt afvalgooien veel leuker. Ja. Dan een... Maar je zegt een basket gemaakt, dat maakt afvalgooien veel leuker. Maar dat betekent dat mensen toch nog eigenlijk een beetje met afval bezig zijn. Ja. Wie heeft het idee zeg maar ontworpen? Ja, samen. En hoe wil je het nou in Schiedam? Moeten dus overal, vertel eens wat. Hoe moet het nou in Schiedam verder dan met die baskets? Net we plaats zetten in een wijk of zo. En dan hopen we dat kinderen het leuk vinden en daarin gooien. Okay. Hartstikke bedankt en veel succes. Ja. En dan gaan we door met twee leerlingen van Lentes College. U bent? Denisio. Denisio en? Octay. Jullie waren een van de eersten in de presentatie. Eerst even de opdracht. Denisio, wat was jullie opdracht echt? We moesten een PowerPoint maken over zwerfafval. Ja. Hoe ging dat? Goed. Ja, hoe zijn jullie te werk gegaan? Ja, op de computers op school. Ja. Hebben jullie het allemaal zelf gedaan of is er hulp bij geweest? Zelf, alleen. Okay. Nou, zwerfafval, maak je zelf wel eens schuldig aan zwerfafval? Nee. Nee. Nooit een blikje op straat gegooid? Ja, één keer of zo. Nou, dan natuurlijk de oplossing, hè? Want daar gaat het steeds om. Wat is nou de oplossing? Hoe voorkom je zwerfafval? Wat was jullie truc? Ja, lekkere geurtjes bij de prullenbakken. Ja, wat lekkere zei je? Lekkere geurtjes. Lekkere geurtjes. Oh ja, jullie waren van de afvalbak die lekker moest ruiken. En wat voor geurtjes denk je dan aan? Soorten fruit. Een beetje een fruitluchtje. Lekker een bananenluchtje of een appelluchtje. Ja. En hoe moeten die prullenbakken dan gemaakt worden? Hoe blijft dat dan lang ruiken? Want als je iets in het prullenbak gooit, komt er een luchtje naar je toe. Oké. Nou, perfect. Dus mensen die, zeg maar een soort beloning. Je gooit wat in de prullenbak. Als beloning gaat die lekker ruiken. Ja. Oké, okay, nou fijn plan jongens, dankjewel en succes. Dankjewel. Gaan we weer door met twee leerlingen van MAVO Schravenland. U bent? Sherife. En u bent? Fazilet. Nou, ook zelfde vraag aan jullie een beetje. Je kreeg een opdracht op school. Wat was die opdracht precies? Je moest een PowerPoint maken over zwerfafval. En we gingen in de klas bespreken wat eigenlijk zwerfafval inhoudt. En toen gingen we informatie zoeken. Ja. Wat houdt zwerfafval nou precies in? Het is gewoon afval die je niet gebruikt. En meestal vind je dat op straat. Ja. Waarom denk je dat mensen zwerfafval eigenlijk op straat gooien? Volgens mij doordat ze geen zin in hebben. Ja. Lekker makkelijk. Ja. Nou, dan de oplossing natuurlijk. Hè. Wat heeft jullie werkgroep als oplossing bedacht? Ja, we hebben een soort van club opgesticht. En dat heet Het Oog van Schiedam. Met die club willen we bereiken om heel Schiedam schoon te houden. En dat houdt in, elke maand gaan we... bij elkaar komen en dan gaan we straten in Schiedam schoonmaken. En zo willen we Schiedam schoonhouden. Ja. Wat ik leuk vond in jouw gesprek, jij vertelde dat op het Schuttersveld al zo'n club is. Ja, dat weet eigenlijk mijn andere groepleed, maar nee. Ik weet het wel. Weet ja. Je van. En hoe werkt dat? Vertel eens aan de mensen thuis ook. Schuttersveld heeft een eigen clubje mensen en die maken schoon. Hoe gaat dat? Ja, dat was vroeger, heeft ze naar mij verteld, maar omdat zij deed daar zelf ook aan mee. En wij dachten, misschien kunnen wij dat ook doen, maar niet alleen in Schuttersveld, maar misschien in heel Schiedam. Okay. Dus eigenlijk is jullie verhaal, iedere straat, iedere laan, iedere weg in Schiedam, maak je eigen clubje om het schoon te maken. Ja. Oké. Okay. Naast mij staan weer twee filmsterren van het Lentes College, Lentes Live College is het geloof ik. U bent? Sian. Sian, en u bent? Charisma. Nou, ook weer dezelfde vraag aan jou. Je kreeg op een gegeven moment de opdracht op school. Je moest wat doen aan zwerfvuil, zwerfafval. Hoe zijn jullie te werk gegaan? Nou, als eerste was ik met een andere persoon. Maar ze durfde niet op te dagen. En ze vond het ook niet meer zo leuk. Dus ik had het meeste gedaan. Mm-hmm. We zijn ons adviesbureau begonnen. En we hadden dat zo
die ideeën bedacht. Omdat we zo leuke en creatieve ideeën vonden. Oké, helemaal goed. Nou, en dan zijn we natuurlijk benieuwd naar die leuke en die creatieve ideeën. Wat moet er volgens jullie gebeuren om zwerfafval van de straat te krijgen? Nou, we hebben bijvoorbeeld dat er leuke stickers en plaatjes en gedichten over afval op een prullenbak staat. Ja. Zodat mensen nieuwsgierig worden en gaan kijken en dan ook gelijk hun vuil gaan weggooien. Ja, nou word ik ook nieuwsgierig. Weet je er een uit je hoofd? Een leuke tekst? Hou Schiedam schoon. Ja. Ja. En knalkleuren. Ja. En denk je dat het gaat werken? Denk het wel. Er zijn mensen bij die zeggen van ja, er is maar één manier om die stad schoon te krijgen. Dat is gewoon iedereen die afval op de straat gooit een grote bekeuring geven. Denk je dat dat helpt? Denk het niet. Nee? Waarom niet? Omdat ze zeg maar van ja, dat ze dan ook, dat dan krijgt de stad zeg maar meer geld. Maar dan zijn die mensen weer meer geld kwijt. Okay. Even een gewetensvraag. Gooi jij wel eens wat op straat? Ja, soms. Ja? Wat? Bijvoorbeeld een blikje, want ja. Ik merk dat er wel heel weinig prullenbakken zijn in Schiedam. Ja. Dus jij wil zo'n beetje onder 5 meter een prullenbak, op het moment dat het blikje op is, dan zeg jij van hop. Nou, ik gooi niet meteen, maar ik hou het ook wel vast en loop ik ermee. Maar als ik echt niet kan vinden een prullenbak, dan gooi ik het wel. Maar ja, nou heb je aan dat project meegedaan, dus dat betekent dat het nou nooit meer gaat gebeuren. Ik probeer het, maar... Ja, het werkt ook wel eigenlijk. Nadat ik dit project had gemaakt, gooi ik eigenlijk niks meer op straat. Ik zit net te bedenken, weet je wat de ideale truc is? Zwerfafval, dan doe je een briefje van 10 op plakken, gewoon nep natuurlijk. En dat gooi je op straat. Werden dat zo opgeruimd is? Ja, dat kan ook wel. Naast mij weer 2 kanjes van het Lentes Live College. U bent? Anarita. En u bent? Serdar. Nou, ook weer, ik blijf het steeds zeggen, ook weer de opdracht natuurlijk. Hè. Jullie kregen op school te horen, er moet wat gedaan worden aan zwerfafval. Wat hebben jullie in het begin gedaan? Wat was de eerste aanpak? We gingen naar informatie zoeken. En hoe heb je dat gedaan? Internet. Internet, hè. Alles gaat tegenwoordig via het internet. Hè. En wat vond je op het internet voor informatie? Hoeveel afval er wordt gegooid. Schrok je ervan? Beetje. Hoeveel afval wordt er gegooid? Weet je dat nog een beetje? Nee. Maar te veel, hè? Ja. Nou, toen moest er een plan gemaakt worden. Hoe hebben jullie dat gedaan? Wat is er toen gebeurd? Jullie zijn bij elkaar gaan zitten. En wat hebben jullie toen besproken? We gingen ook de rollen afdelen. Ja. En wat was jouw rol? De begin zeggen. Ja, jij moest het begin van het programma doen. En dan de oplossing. Wat was de oplossing van jullie club? Dat je een hogere boete krijgt voor elke vuilnis dat je op de grond gooit. Ja. En dat bijvoorbeeld ook met kleuren, prullenbak en zo. De prullenbakken moeten een beetje leuker eruit zien. Maar degene die het er dan toch naast gooit, hup, gelijk aftikken die munten en een bekeuring. Ja. Gaat werken, denk je? Volgens mij wel. Ja. En wat gaan ze met al dat geld doen? Aan de meneer van de Irado geven. Ja, ook. Ja, naast mij staat... Elif. En aan de andere kant... Edson. Nou, eventjes maar bij het begin beginnen. Jullie kregen een opdracht, je moest een project doen, zwerfafval. Hoe zijn jullie gestart? Nou, we gingen eerst met elkaar overleggen hoe we het konden doen. Was het moeilijk in het begin? Nee hoor, we konden met elkaar opschieten. Jullie kunnen goed met elkaar opschieten. Wat waren de eerste plannen? We gingen gelijk naar de oplossingen. Okay. Dus jullie hadden gelijk een plan en werk aan de oplossing? Ja. Hartstikke goed. En die oplossing, wat is jullie oplossing? Wat gaan we doen in Schiedam aan zwerfafval? Nou, er moeten zeg maar agenten langslopen. En als die zien dat je een papier op de grond gooit, krijg je gelijk een boete. Mm-hmm. En zeg maar, die agenten hebben niet van die speciale pakken aan, maar gewoon normale kleren als hoe wij aan doen. Dus niet verkleed als agent, maar gewoon als burger? Ja, dan zie je nooit of het agent is of niet. Okay, noem eens even getallen, want dat willen de Nederlanders graag horen. Hoeveel boete krijg je dan? €50, zeg maar. Naast mij wethouder Stam. Meneer Stam, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, nooit een saai leven, wethouder. Vanmiddag weer presentatie van middelbare school. U komt zelf uit het onderwijs, dus uw hart ging weer sneller kloppen. U dacht van, nou, dan wil ik best wel tot 5 uur les aangeven aan al deze kinderen. Maar vandaag hebben we het over zwerfafval. Eerste reactie. Nou ja, ik heb hier
tot nu toe 5 en zo dadelijk nog 1 prachtige presentaties gezien over zwerfafval. Waarbij hele creatieve ideeën worden aangedragen om het probleem aan te pakken en wellicht ook op te lossen. Ja. Nou zijn we tegenwoordig in een tijd dat we alles wel lief en leuk vinden, maar we benoemen ook alles. Zegt u van leuke creatieve ideeën, maar zijn er nou echt ideeën waar je wat mee kan? Of zegt u van nou, ik vind het leuk door die kinderen bedacht, maar in het echt kan het gewoon niet? Nou, er zitten ideeën tussen waarvan ik denk, die zijn een aantal voor wellicht delen van Schiedam bruikbaar. Er zitten ook wel ideeën tussen waarvan ik denk, nou, misschien zijn die wel in heel Schiedam toepasbaar. Moeten we natuurlijk ook eventjes over nadenken of dat daadwerkelijk zo is. Maar ik vind dat de leerlingen zich daar goed op hebben uitgeleefd. Oké, we splitsen hem even uit. U zei in delen van Schiedam. Welk ideetje was dat u dacht van, nou, voor delen van Schiedam? Nou, we staan daarnaast. Zo'n basket met zo'n vuilnisbak eronder is natuurlijk een hartstikke goed idee. We zien het al wel langs snelwegen. Nou, ik zie dat niet overal in Schiedam staan. Dat moet je niet midden op de Hoogstraat doen. Maar ik zou me kunnen voorstellen op plekken waar veel jongeren samenkomen. Op hangplekken, bij jongerenvoorzieningen enzovoorts. Ja. Dat je zegt van nou, zet daar zo'n basket neer. Is misschien wel leuk. Okay. En u zei, er zaten ook de ideeën bij voor heel Schiedam. Noem maar eens één. Nou, het idee waarvan ik vind dat wellicht in heel Schiedam toepasbaar is, is het idee waarbij wordt gezegd, steek je handen uit de mouwen en als dat nou wat oplevert, dan krijg je aan het einde van de rit een beloning. De beloning? Ja, de wortel en de stok. En dat werkt over het algemeen goed. Daarbij putten zij natuurlijk ook uit een project wat al succesvol in Schiedam draait door volwassenen. Waarvan ik zeg, van nou dat zou best in Schiedam wat meer van toepassing kunnen zijn. En dan geven we wellicht ook wat meer invulling nog aan het idee samen Schiedam. Hè, samen maken we de stad. En als beloning lekker op de fluisterboot met z'n allen? Bijvoorbeeld, of iets anders. Ja. Nou, ik ga het afwachten. U heeft er net al een beetje zitten jureren. Zit er al een duidelijke winnaar tussen? Ja, tot nu toe zit er eentje in die er met kop en schotel bovenuit steekt, zeg ik maar. Maar daar komen we zo dadelijk nog eventjes op terug bij de presentatie door de jury. Ja, lieve mensen, ik kan me voorstellen dat mensen van Irado op dit moment natuurlijk gespitst zijn. Die gaan luisteren en die gaan luisteren naar hun klanten, want jonge mensen dat worden ook weer klanten. En wellicht zitten daar toch gouden ideeën tussen. Naast mij zit Peter Hartingsveld. Hij is van Irado. Peter, goedemiddag. Goedemiddag. Wat ben je precies bij Irado? Ik ben verantwoordelijk voor de afdeling UBOR. Uitvoering bij openbare ruimte. Waarin ook de afdeling reiniging valt. Ja. Dus gewoon zoals de mensen zeggen, de straat waar het vuil op ligt. Ja, alles wat je op straat ziet. Ja. Nou, is er vanmiddag een presentatie van twee scholen voor voortgezet onderwijs over zwerfafval. We hebben ze allemaal gezien. We hebben gehoord. Wat is jouw eerste reactie? Mijn eerste reactie is sowieso dat ik het leuk vind dat heel veel kinderen nu in deze zaal erbij betrokken zijn. Dus sowieso dat ze nadenken over het zwerfafvalproblematiek hier in Schiedam. Mm-hmm. Zij zijn natuurlijk ook een van de groepen die zwerfafval veroorzaken. En alleen daarom vind ik het wel belangrijk dat zij het besef hebben dat zij bij kunnen dragen aan het opruimen van de stad. Als je nou naar die verhalen luistert, hoe komt het op jou over? Merk je kritische dingen, merk je inventieve dingen, slimme dingen? Of is het een beetje naïef allemaal? Nou, ook wel slimme dingen. Je hebt natuurlijk twee mogelijkheden. Of je gaat mensen betrekken en belonen. Of je gaat mensen straffen door boetes. En eigenlijk zie je alle twee de facetten wel terugkomen tijdens deze presentaties. Dat is wel eigenlijk wel een leuk om te zien. Ja. Ik pik er even één uit. Een groepje zei van, luister eens, je moet jonge mensen belonen. Als zij dan dat afval op gaan rapen, dan moet je ze na verloop van tijd een kaartje voor de Efteling geven. Een voorbeeld. Denk jij zelf even heel hard en zakelijk gezien dat iets is wat zou kunnen slagen? Ja, denk ik wel. We hebben namelijk ervaring met dit soort dingen. Ook om scholen te laten participeren. Ook bij ons een rondleiding te geven. Ook dat zij een kunstwerk maken met afval. En ook als ze daar een prijs mee kunnen verdienen, dan is het wel opeens heel interessant voor deze kinderen. Ja. Dus ik denk zeker wel dat een mogelijkheid is. Ik kan natuurlijk nog niks zeggen over de winnaar uiteindelijk, maar hij zal misschien wel bij de een van de drie zitten. Ja. Wat ik ook aardig vond was een meisje die vertelde over haar vader en moeder. Die zaten in een project op het Schuttersveld. Die bewoners hebben gewoon elkaar opgezocht en gezegd van, joh, luister eens, laten we gewoon een soort schemaatje maken. Laten we gewoon 1 keer in de week 3 of 4 ouders en zo roleren we dat. Bestaat dat al in Schiedam, zo'n systeem? Ja hoor, er zijn best wel wat actieve bewoners die met elkaar een groep vormen. En vooral wat Nicole net ook aangaf, Nicole Kup van de gemeente Schiedam, dat er tijdens de schoonmaakdag, de landelijke schoonmaakdag op meestal afgelopen jaar was geloof ik 12 maart. Mm-hmm. Dan zie je gewoon dat er heel veel actieve bewoners zich aanmelden en van onze spullen krijgen. En in samenwerking met de gemeente Schiedam hun straatje schoonmaken. Ja.
Ja, en dan heb je natuurlijk het bekende element van afval op straat gooien. Dat moet een geldboete opleveren. Nou, jij kan daarop terugkijken. Zet dat nou zoden aan de dijk? Of ligt dat heel moeilijk? Moet dat op hete daad? Moet je dan pas betrapt worden en krijg je dan pas je bekeuring? Hoe werkt dat? Het is heel lastig. De LBB die probeert dat wel. Maar die zegt zelf ook, je kan alleen maar op hete daad betrappen. En ook wij als IRADO zouden natuurlijk graag zien dat ze er achteraan gaan. Maar er zijn meer dingen die fout gaan in de stad die de LBB... Waar de LBB achteraan moet rennen. Dus het heeft niet hoogste prioriteit. Maar het is ook gewoon heel erg lastig. Nou zitten we hier met allemaal scholieren vanmiddag. Als je nou als IRADO kijkt. Hè, op alle plekken in Schiedam waar scholen staan. Of het nou basisscholen zijn of scholen voor het voortgezet onderwijs. Zijn dat dan plekken die vuiler zijn dan andere plekken? Ja. Vooral de looproutes van supermarkten of andere een snackbar of café. Nou, café's dan niet. Maar de looproute van school daar naartoe, daar zie je echt wel meer zwerfvuil dan op andere gebieden in die wijk. Dat is gewoon is een gegeven. Daar zetten wij ook op in. Tuurlijk willen wij heel graag dat wij de oorzaak kunnen bestrijden. Dus ook met dit soort dagen, dat de kinderen bewust worden van hoeveel geld, het is net benoemd, meer dan 1 miljoen wordt eraan uitgegeven, dat zij daar bewust van worden. Waar ik zelf even van opkijk was het aantal prullenbakken of vuilnisbakken op straat. Hè? Zeg het zelf nog even, een mooi getal. 1029 hoorde ik net. Ik vond het al aardig dat een van die kinderen zegt van ja, maar dan heb ik een blikje. En op het moment dat het leeg is, dan zie ik net even geen vuilnisbak en dan gooi ik er maar de lucht in. Is dat iets waarvan jij zeg maar heel verbijsterd zit te luisteren? Of zeg je van ja, je bent jong en dan wil je snel je blikje kwijt? Ja, sinds ik in deze branche werk, ben ik zelfs in het buitenland al heel erg op zoek naar prullenbakken. Zelf hou ik het altijd in mijn hand. Maar ook daarvoor, toen ik jong was, ik zou niet eens meer weten wat ik ermee deed. Maar ik kan het me wel goed voorstellen. Hoewel het aantal prullenbakken hoeft niet bepalend te zijn voor het zwerfvuil. Want ze zeggen ook wel eens, en dat is ook gewoon waar, prullenbakken trekt zwerfvuil aan. Dus, ja. Nou, misschien zit daar nog winst. Ik moet ineens denken aan toen ik klein was en dan ging je naar de Efteling. En dan had je zo'n grote pop of een ding en dan kon je zwerfafval. Misschien is het wel een idee om mensen hun eigen afvalbak te laten creëren die een leuke gimmick heeft. En dat de manier is om het afval in te gooien. Ja, wellicht. Hier staat er een. Ze hebben er eentje ontworpen. En misschien is dat wel iets voor in bepaalde gebieden. Want we willen natuurlijk ook in de gemeente Schiedam ook dat het straatbeeld niet heel erg gevuld wordt door Hollebolle Gijs en zijn vrienden. Ja. De derde prijs, de zwerfafvalproject 2012. En de bronzen prikstok. Dan moet je maar geen taalvergoten maken. De zilveren prikstok, de tweede prijs, de zwerfafvalproject 2012. Aan wie mag ik hem overhandigen? En ja, nou alsjeblieft. En van harte gefeliciteerd. Kom er even bij. Gaan we even met z'n allen. Dat is misschien wel. Ja, beter. Kijk eens. Ja, doe. Aan wie mag ik deze misschien iets te zware prijs overhandigen? Aan jou? Nou, alsjeblieft. Hou, mooi omhoog. En dames en heren, geef ze een mooi applaus.